welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een hele leuke video. Een van mijn favoriete soort video's. Dat zeg ik volgens mij bij elke video die ik maak, maar oké. Ik ga vandaag weer allemaal nieuwe make-up testen. En het zit allemaal hier in het bakje. Het is allemaal make-up die ik of heb gehad in PR of ik heb het gekocht. Een aantal van de producten kun jij misschien al hebben gezien in mijn make-up unboxing video's die ik hiervoor heb gemaakt. En ik ben weer super enthousiast, want een aantal producten hier heb ik echt al een tijd. En ik kwam er maar gewoon niet aan toe om ze te gaan proberen. Dus nou kan ik er eindelijk aan beginnen. En ik heb genoeg make-up voor een full face. Dus dat is ideaal. Want ik heb de laatste tijd echt heel veel make-up gehad. Dus ik heb weer heel veel om uit te proberen. En dat vind ik altijd super super leuk om te doen. Dus ben jij net zo benieuwd als ik? Vergeet dan niet om te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Klik ook op het belletje naast abonneren. Want anders komen mijn video's niet op jouw scherm. Ondanks dat je bent geabonneerd. En dan gaan we gewoon snel beginnen met het uitproberen van al deze nieuwe make-up. Is het nou serieus precies wanneer ik een video maak iemand buiten aan het boren? Oh, je gaat dat sowieso horen. Oh, het boren is gestopt. Ideaal. Ik ga vandaag beginnen met mijn oogmake-up, like bijna altijd. Ik heb een heel leuk paletje. Ik heb het nieuwe Urban Decay Honey paletje. En ik ben hier super benieuwd naar. Oh mijn god, kijk hoe mooi de verpakking is. Ik hou van goud. Zoals je kunt zien in mijn achtergrond en alles. Ik heb alles gematcht met dit oogschaduwpaletje. Oh mijn god, kijk deze verpakking, jongens. Is dit niet om op te eten? Ik hou van goud. Echt. Ik vind het echt geweldig. I really like it. Hij is te koop bij de Easy Paris. En als je hem openmaakt is dit wat je krijgt. De verpakking is gewoon zoals hun andere paletjes. Dus daar is niks verschillends in. Maar de kleuren zijn echt prachtig. Vooral deze kleur. Echt super mooi. Je hebt dus een heleboel matte kleuren. En ook een heleboel glanzende kleuren. Het is een beetje gewoon een mix. Het is niet een super speciaal apart paletje of zo. Het is een vrij normaal neutraal paletje. Maar ja, ik vind het wel mooi. Ik hou van dit soort kleuren. Dit is ook heel erg draagbaar. Dus dat vind ik ook heel erg fijn. Je krijgt er ook een kwastje bij. Het is een beetje een duur paletje. Urban Decay is sowieso aan de dure kant. Maar ik heb al een aantal paletjes van hun. En ik ben volgens mij nooit teleurgesteld geweest. Dus ik hoop nou ook weer niet. Dus ik ga hiermee even een leuk lookje maken. We gaan even inzoomen. Ik ga beginnen met het primen van mijn ogen met mijn MAC Soft Ochre. Zo, nou is het geprimed en dan breng ik ook nog een beetje poeder aan om het een beetje te zetten. Oké, dan gaan we beginnen! Ik ben helemaal excited! Ik ga vanavond nog weg, dus ik wil de look wel een beetje normaal houden. Ik ga het niet al te gek maken, maar ja, dat kan sowieso niet met dit paletje, want alle kleuren zijn vrij normaal. Ik gebruik de kwast die erin zit niet. Ik ga beginnen met de lichtbruine, beetje koeltone matte kleur. En die heet Hive. En dan met een grote fluffy kwast breng ik die zo aan in mijn hele arcadeboog. En ik ga best wel hoog. Dit wordt de transitiekleur. Ik ga proberen om zoveel mogelijk kleuren te gebruiken als kan. Dan ga ik in met de kleur Keeper. En ook die doe ik in mijn arcadeboog. Dit zijn hele mooie oranje warme kleuren. En I like it. Dan pak ik de donkerbruine matte kleur. Die heet Drip. En ook die gaat in mijn arcadeboog om het ietsje donkerder te maken. Zo, en om het dan nog echt donker te maken ga ik ook nog in met de donkerste kleur in het paletje en die heet Sting. En die breng ik vooral aan in de hoeken. Oh, de kleur is wel gewoon echt bruin. In het paletje is hij een beetje paarsbruin. Maar nou ik hem op mijn hoofd doe is hij wel gewoon bruin. Nou mensen, ik moet zeggen de kleur Sting, dat is niet echt de makkelijkste kleur. Hier blende hij niet echt heel makkelijk mee. En hier wordt hij een beetje patchy. Die andere kleuren waren wel gewoon fijn. Maar er gaat toch iets mis met de kleur Sting. Die is niet echt optimaal. Ik ga ook een halve cut crease maken met mijn Revolution cut crease product. Dit is in de kleur medium. Zo, en dan pak ik weer een beetje van die kleur Sting. En dan blend ik die een beetje hierin met de concealer. Oké, dan ga ik in met de glanzende kleuren. Dat begrijpen jullie wel, denk ik. Ik wil ze alle drie gaan gebruiken. Ik begin eerst met de lichtste glanzende kleur. En die heet Golden. En die breng ik aan zo vanaf hier, vanaf het begin. Oh, wauw. En mijn kwast is droger. En er komt al zoveel pigment vanaf. Oh my god. Wauw. Wauw. Oh my god, mensen. Mijn kwast is helemaal droog. Er is geen fallout. Hij brengt veel aan. Wauw, ik vind het echt super mooi. Tot nu toe gaat het goed, behalve die kleurstien. Super mooi. Dan pak ik de groene glanzende kleur, die heet Queen. En die breng ik zo hier aan, op de rand van de matte kleur en de glanzende kleur. Zo, die kleur pakt er wel iets minder op dan die andere kleur, maar hij is nog wel echt heel erg mooi. En dan pak ik weer een beetje van die matte kleur Sting om het weer hier in de hoeken uit te blenden met elkaar. En dan de kleur waar het echt om gaat. Prachtig geel goud en glanzend. En die heet Honey. En die breng ik gewoon een beetje zo random aan op het midden van mijn ooglid. Kijk wat voor extra's dat brengt. Kijk, hier heb ik het wel en hier niet. Het is gewoon toch dat extra beetje pop. En I love it. Dan pak ik weer de lichte matte kleur Swarm. Of ja, weer. Ik heb die nog helemaal niet gebruikt. En met die lichte kleur ga ik een beetje zo de randen uitblenden. Over mijn hele oog zo. Gewoon een beetje... random. Zo mensen, ik vind vooral de glanzende kleur echt prachtig. Elke kleur was mooi en werkte ook goed mee, behalve de kleur Sting. Maar voor de rest ging in principe alles wel prima. Nieuw heb ik ook de Catrice Colorgraph Pro Liquid Eyeliner Pen, als ik het goed uitspreek. En dit is gewoon een normale zwarte pen. En ik ben hier ook heel erg benieuwd naar. Ik hou van de tip, want die is zo zacht. Zoals je kunt zien, hij beweegt gewoon zo mee. En het is ook echt super zwart en het is mat. Tenminste, er staat hierop dat hij mat is en waterproof. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik ga hier even een wing mee maken. Wauw. Oh my god, Catrice. Ik ben echt impressed. Zo betaalbaar en zo mooi. Hij is ook echt super fijn. Ik denk dat hij ook heel handig gaat zijn voor beginners. Want hij werkt echt super makkelijk mee. Ik ga hem halen snel bij de Kruidvat. Als mascara heb ik hier nieuw van de Douglas. De Super Power Long Lasting and Volume Mascara. Ik vind de verpakking heel mooi. Ik hou wel zo van het rood. Wow, zo apart. Hij is blauw. Kijk, ik weet niet of je het echt heel goed kunt zien, maar de stekeltjes zijn dus blauw. En er staat op 24 uur, dus hij zou 24 uur goed moeten zitten. En hij geeft volume. Nou, ik ben benieuwd met deze mini wimpertjes van mij. Ik vind de mascara een beetje een MUA. Hij geeft zeker volume, maar hij laat ze ook een beetje te veel aan elkaar plakken. En dat vind ik niet heel erg mooi. Mensen, wat ik nog een beetje extra wil doen om de look nog iets meer vavavoom te geven. Dit product is niet nieuw, maar ik wil er toch een beetje van aanbrengen. Dit is de LA Splash eyeliner, glitter eyeliner. In de kleur... er staat niet echt een kleur op. Er staat op 13414. Is dat dan de kleur? I don't know, maar de kleur is dus zo deze hieronder. En dit wil ik aanbrengen op de rand van de cut crease voor een beetje extra glitter. Oeh, I like that. Als nepwimpers heb ik echt hele leuke wimpers. De Pri heeft dus een collectie nou samen met, hoe heet ze, met Babydoll. En deze zijn dus nou nieuw in de prijs. Ze zijn maar €5. En ik heb een heel pakketje gehad met echt een heleboel. En ze zien er echt prachtig uit. Kijk hoe mooi en wispy ze zijn. Echt super mooi. En voor maar €5. Dus toen ik het pakketje openmaakte. Echt, als je die unboxing video hebt gezien. Heb je al gezien hoe enthousiast ik was. Even normaal doen. Even rust gaan, Sarah. En ik ben echt super benieuwd hiernaar. Ze zien er in ieder geval super mooi uit. Dus ik ga ze even knippen en opplakken. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, de wimpers zitten erop. Super mooi. Ze zijn ook niet heel erg lang. Tenminste voor mij. En ze zijn echt heel fluffy. Ik vind ze echt geweldig. Ik heb ook een wimperlijm gebruikt die ik nog nooit heb gebruikt. Die is ook nieuw van Queen Tarsi. En ik heb de zwarte gebruikt. En ik had op hun Instagram een claim gezien waarin ze hadden gezegd je kunt hem gewoon meteen opplakken. Dus wanneer je het aanbrengt kun je ze gewoon gelijk opplakken. Je hoeft niet te wachten. Normaal moet je altijd eventjes wachten. Dus dat heb ik ook gewoon gedaan. Ik heb het gewoon zo aangebracht en het gewoon gelijk op mijn oog gedaan. En het klopt echt. Hij bleef gewoon gelijk plakken. Ik had geen issue met lijm die allemaal op en neer gaat en allemaal over mijn hele oog ging. Ik bracht het gewoon zo aan op mijn oog en ploep, het lokte gewoon helemaal vast. Dus ik vind deze echt super fijn. Oh my god, dit heb ik echt nooit zo gehad. Oké, dan ga ik beginnen aan mijn gezicht. Ik heb een foundation die ik ga proberen. Dus ik ga een primer gebruiken die ik al heb. En waarvan ik weet, die is goed. En dat is mijn Too Faced Hangover Primer. En ik heb hier de kleine. En die breng ik dan gewoon zo aan over mijn hele gezicht. Oké, dan de foundation. Ik heb ze al een tijd en ik kom er pas nou aan toe om ze te gebruiken. En dit is de I Am Magic Foundation van Juvia's Place. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik heb, even kijken, 5 kleuren. Dus ik moet even gaan bekijken wat mijn kleur gaat zijn. Ik ga ze gewoon even allemaal openmaken. Dit is de verpakking. Ik vind de verpakking niet zo mooi. Er zit wel 30 milliliter in en dat is vrij normaal. Dit product is te koop bij Smug Cosmetics. Dat is gewoon een Hollandse website. De link staat in de beschrijving. Oh, en ik heb dit in de PR gehad van hun. Oké, ik had misschien nog niet moeten primen, want ik moet nog even mijn kleur gaan matchen. Even kijken. Ik heb hier de kleur Fes. Die ziet er een beetje licht uit. Ik heb hier de kleur Debut, als ik het goed zeg zo. Oh, die is nog lichter. Hier is de kleur Cairo. Dan heb ik de kleur Capri. En dan als laatste de kleur Alexandria. Die ga ik even hier doen. Oké, dit zijn dan alle kleuren. Even kijken, deze is echt te licht, deze is iets te rood, die ook. Ik denk dat een van die twee wel gaat matchen. Ik denk dat ik ga voor deze kleur. En dat is de kleur Cebu. In ieder geval de kleur 610. Want die lijkt het beste te matchen, I think. Even deze eraf halen. En dit is een volledig dekkende foundation. Dus ik ben super benieuwd. Want hij schijnt echt alles te bedekken. Het bedekt al je zondes, alles. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga in met mijn beauty blender. Die is al nat gemaakt. Oeh, hij is inderdaad... Oh my god. Oké. Wow, hij gaat gewoon helemaal zo... Oké, mensen, je hoeft niet veel te gebruiken. Ja, dit is echt een volledige dekking. Oké, heftig. Nou, de kleur is echt goed. Godzijdank. Wauw, mensen, dekking! Wauw! Nou, het is echt een volledige dekking, maar ik vind hem echt... heel erg mooi. Hij is heel smooth. Hij maakt mijn huid echt heel erg mooi. En hij bedekt inderdaad echt heel veel. Dus als je daarvan houdt, dan vind je hem vast heel erg fijn. Ik persoonlijk hou daar zeker van. Maar gebruik het niet te veel. Wauw, ik ben echt een beetje in shock. Ik heb nog nooit een foundation gehad die zoveel dekt. Hij dekt meer dan die van de Huda Beauty. Dus hij is nog extremer. Maar hij ligt wel licht op de huid. Die van Huda vind ik een beetje zwaar op de huid. En dat heeft hij niet. Dus dat is wel heel erg fijn. Nou ga ik mijn gezicht concealen met de Milani Conceal and Perfect Concealer. Ik heb hem in de kleur Light Beige. En deze is ook nieuw. Dus ik ben ook heel erg benieuwd. Longwear Concealer. Dus hij zal goed moeten werken voor heel veel uur. Mensen, hij gaat gewoon oprecht niet open. Oh my god. Hij is open. Geen stress. Zo ziet de applicator eruit. Gewoon zo plat. Dat vind ik wel fijn. Oké, de kleur is een beetje donker voor mij. Maar oké, ik had het gewoon online gegokt. Maar ik kan er wel mee werken. Ik had hem toch wel iets lichter gewild. En dan ga ik ook contouren met mijn Catrice Contour Stick. Deze is ook nieuw. En ik heb hem in de kleur 10. En het is dus echt zo'n driehoekje. Echt heel apart. Ik denk zo. Zo, die voelt wel heel creamy aan. En dan ga ik alles inblenden met mijn beauty blender. En ik begin met de concealer. Zo, de concealer blende echt top uit. Hij dekt ook goed. Hij is een beetje glanzend. Hij is niet mat. Ja, ik vind het heel mooi. Hele fijne concealer. Ja, ik vind hem echt heel mooi. Hij dekt echt heel erg mooi. Oké, dan ga ik ook even de contour inblenden. Ook met mijn beauty blender gewoon gelijk. Oké, de contour blende gewoon bijna helemaal weg. Maar ik zie hem nog wel een klein beetje. Misschien moet ik iets meer aanbrengen. Ook al had ik toch al wel best wel veel aangebracht. Maar oké. Ik doe even iets meer hier bij mijn wangen. Hij is echt super creamy. Oh my god. Ja, nou valt hij wel iets meer op. Je moet gewoon heel veel aanbrengen. Zo, mijn gezicht is echt volledig gedekt. En hij glanst ook, maar dat komt echt door de concealer. Nou, dan gaan we poederen. Want ja, er is echt way too much glans. En ik wil het een beetje mat hebben. En dat het ook gewoon goed blijft voor de hele dag. Nieuw, ook iets waar ik heel enthousiast over ben. En dat is de Jeffree Star poeder in de kleur beige. Dat staat zo hier onderop. Als je hem dan openmaakt, is dit zo wat je ziet. En dan moet je hem draaien, volgens mij. Ja. Open close staat hierop. Dan draai je en dan heb je zo dit lipje. En die moet je er dan zo afhalen. Zo, en dan is hij open en dan doe ik gewoon een beetje zo in de dop. Oeh, die geur. Het kwam in mijn neus. Oh my god. Hij heeft een hele lekkere geur. I like it. Ik ga even de creases weghalen. En dan ga ik in met een beetje poeder. Oké, mensen, die geur is wel echt heftig. Mij maakt het persoonlijk niet uit. Ik hou altijd wel van een geur. En de kleur is ook echt perfect. Hij maakt het goed mat. Zoals je kunt zien. Kijk, nou is het hier helemaal mat en hier nog helemaal glanzend. Perfecte poeder. De kleur is ook echt perfect voor mijn huidskleur. De poeder is ook zo super zacht. En ik vind hem echt heel erg fijn. Ik vind hem zeker de prijs waard. Hij is ook niet echt heel duur. Hij is iets van €20. En ik heb hem van BeautyBay.com. Nou, die stickcontour van Catrice had niet echt heel veel nut. Dus ik ga eventjes nog een keer contouren met mijn NYX Contour Paletje. En ik pak deze kleur. En dan pak ik mijn Benefit poeder om die nog hier extra aan te mengen. En dan even een beetje MAC Fix Plus. Dan ga ik even snel mijn ogen afmaken. Als oogpotlood gebruik ik een bruine van Catrice. Die breng ik aan zo in mijn hele waterlijn. En dan ga ik die kleur mixen met die kleur. En die breng ik aan op mijn onderste wimperrand. En ik begin met de kleur Sting. En dan blend ik het met de kleur Drip. En dan pak ik weer mijn mascara. En deze gebruik ik ook weer voor de onderste wimpers. En dan pak ik nog de lichtste glanzende kleur. Die heet Flyby. En die breng ik dan ook zo aan in mijn binnenste ooghoeken. Oeh, die is gepigmenteerd. En ik breng ook een heel klein beetje aan onder mijn wenkbrauwen. En dan ga ik mijn gezicht bronzen. MUA heeft een glow collectie. En dit is hun bronzer. Ik heb de collectie al wel een tijd. Ik weet niet of hij nog te koop is. Oh my god. Maar ik hoop het wel. En er is maar één bronzer. Dus die ga ik gebruiken. Wat wel al past is eraan is, er zijn heel veel verschillende kleuren en ik mix ze gewoon allemaal. En het is gewoon een matte bronzer. Oké, nee, ik vind hem niet mooi. Ik heb het al gezien, jongens. Oh nee, ik vind hem echt niet mooi. Op beeld is hij nog best oké, maar in het echt vind ik hem echt niet mooi. Het is een beetje een poepkleur bruin. Als blush heb ik van Technic Cosmetics de matte blush in de kleur. Welke kleur is dit? Er staat geen kleur op, jongens. Ik heb geen idee welke kleur dit is. Ik vind de kleuren er wel echt prachtig uitzien. Het zijn weer 3 verschillende kleuren en ik mix ze gewoon weer een beetje. En het is een mat blushje. Een mat blushje. Het is een mat blush. Hij is wel echt super roze. Oh my god. Oké, de blush is mooi, maar ik zie gewoon dat die poepbruine bronzen kleur eronder de blush een beetje verpest. Ik zie hier zo helemaal zo bruin. Oh nee, oh mijn god, die bronzen, jongens. Dat was echt een vuil. De blush vind ik wel op zich mooi als er gewoon een normale bronzer onder had gezeten. Ik pak weer een beetje van mijn poeder en daarmee ga ik een beetje reversed contouren. Dus ik breng die zo aan onder de blush. Om het zo mooi strak te maken. Oké, dan is het tijd voor een glow. Als highlighter heb ik ook weer van de MUA Glow collectie een paletje. En dit paletje ziet er echt prachtig uit. Alle kleuren zijn een beetje goudachtig. Dus matcht perfect met de vibe van vandaag. Even kijken voor welke kleur ik ga. Echt alle 3 de kleuren zijn wel echt heel erg mooi. Oh wauw, kijk dit. Super mooi. Wauw, dit zijn echt 3 prachtige kleuren. Matchen echt perfect met de oogschaduwlook. Oké, de kleur die het beste matcht is deze. Oeh! Dit is mooi. Look at that glow. Oeh. Super mooi. Dan pak ik een beetje van die kleur. En die breng ik dan een beetje zo hier aan. Super heftig dit, jongens. En dan ga ik weer terug in die. En die breng ik dan een beetje zo aan op mijn neus. En een beetje hier. En dan blend ik het zo uit op mijn neus. En dan blend ik het weer zo in met mijn vinger. En die kleur ga ik ook aanbrengen in mijn binnenste ooghoeken. Om de glow daar nog iets heftiger te maken. Voor de lippen heb ik... Ik heb een lipstick en een gloss. En ook weer allebei van MUA. Ik heb hier de MUA matte lipstick. Die is echt net nieuw. En ik heb hem in de kleur Infatuation. Een beetje een licht oranje kleur. Kijk. En ik heb ook weer van hun Glow collectie hun glossje. En dit is in de kleur Honey. Een hele prachtige mooie oranje glanzende kleur. Dus die ga ik allebei opdoen. Ik heb alleen geen lippotlood. Dus even kijken. Als lippotlood ga ik dan in met mijn Sweet Tea lippotlood van Morphe. En dan ga ik het inkleuren met de MUA lipstick. Ik doe niet heel veel, want het is een vrij lichte kleur. Het is een matte lipstick, maar hij is wel heel creamy. Dat vind ik wel fijn. Oh wauw, de kleur is echt best wel mooi. Terwijl zo is hij best wel heftig. Maar als je hem dan opdoet, is hij toch wel een beetje nude. Ik weet niet of dat ook alleen komt door het lippotloodje. Maar ik denk het niet. Hij is gewoon best wel nude. Nou, hier ben ik heel happy mee. Dit vind ik echt heel mooi. Wauw. Ik heb het even op mijn hand geswatcht. Ja, op mijn hand is hij ook heftiger. Nou ja, ik vind hem wel echt heel erg mooi. Ook gemixt met dit lippotloodje. Oké, dan de MUA Glow Gloss. Die is ook een beetje zo oranje glossy. Oeh, een mintgeur. I like the gloss. Het is echt een minty gloss. Als je van mint houdt, dan is dit echt de gloss voor jou. Ja, ik ben heel blij met de lipkleur. Nou mensen, dit was het dan. Dit was alle make-up. Alles was nieuw. En ik ben over het algemeen best wel blij. Ik ga de look eindigen met mijn Vanity Glow Spray. En dan ben ik helemaal klaar. Oké, mensen, mijn eindoordeel. Ik ga even snel alles af om te vertellen wat ik er nou uiteindelijk van vind. Ik begin eerst met wat ik goed vond. En dat is het grootste deel. Ten eerste, we hebben weer een winnaar vandaag. En dat is de foundation. Ik heb nog nooit een foundation gezien die zoveel dekt. En zo licht voelt op de huid. Toen ik hem net aanbracht, voelde hij best wel dik aan. En toen had ik iets van, ik hoop niet dat hij zo dik op mijn huid gaat zijn. Maar dat is echt totaal niet. Hij maakt mijn huid zo mooi smooth. Het is helemaal niet alsof ik nou superveel op heb. Ik vind ze echt geweldig. En ze zijn niet heel erg duur. I really love them. Ze zijn het echt zeker waard. Ze zijn ook echt de hype waard. Want er was ook echt een hele hype. En iedereen vond ze echt geweldig. En I agree. Ja, echt geweldig. Je kunt ze dus gewoon makkelijk halen bij Smug Cosmetics. Link staat in de beschrijving. Wat ik ook echt geweldig vond, was het Glow paletje. Ik hoop dat de Glow collectie er nog eens in de kruidvat. Maar als die er is, dan is die het zeker waard. Welke ik ook echt geweldig vond, was de Catrice Eyeliner Pen. Echt een toppen. Ook de Glow Gloss. Echt een hele fijne minty gloss. Ik voel hem nog steeds zo op mijn mond, de mintgeur. De concealer, toppie. Wauw, wauw, toppie. Echt een hele mooie naturel finish glowy concealer. Als jij echt gaat voor een matte concealer, dan gaat die niks zijn voor jou. Maar vooral mensen met een droge huid. Of tenminste een hele gevoelige huid zo hieronder. Die gaan echt zo blij zijn met de Milani concealer. Ik vind hem echt toppie. Hij is nou leeg, want ik heb ze op. Maar deze Primark wimpers. Toppie, super mooi. Echt voor maar €5. En dan dit paletje. Ik vind het echt een prachtig paletje. Ik ben niet echt van wauw, dit is echt het beste paletje ever. Want dat vind ik hem ook weer niet. Ik vind hem niet echt super, super geweldig. Ook die kleur hier vind ik echt niet. Ja, die vind ik gewoon niet zo goed. Voor de rest, vooral de glanzende kleuren. Mensen, kijk even. Echt wauw. Ik vind het echt een heel mooi en fijn paletje. Als dit echt kleuren zijn waar jij van houdt, dan is hij het zeker waard. Dan welke producten vond ik gewoon mooi. Niet slecht, niet goed. De blush, het is gewoon een oké blush. Niet heel goed en niet heel slecht. En de MUA lipstick, heel erg mooi. De kwaliteit is niet het beste. Het is een beetje een goedkope kwaliteit. Maar ik vind hem wel heel erg mooi. Ik vind hem niet heel slecht. Dus ook gewoon oké. Welke producten vond ik niet zo goed? Dat is de Obvious, de bronzer. Het is echt een poepkleur. Ik vind de kleur echt niet mooi. De Catrice Contour Contour Stick helaas ook niet goedgekeurd door mij, omdat hij gewoon helemaal wegblendt. En de mascara. Ik ga toch zeggen nee, want ja, ze plakte echt veel te veel aan elkaar en zo. En dat vind ik gewoon not done. En dat was het dan. Ik hoop dat iedereen weer heeft genoten van de video. Ik heb het zeker wel gedaan. En ik ben echt heel erg blij met hoe mijn make-up er nou uitziet. Echt geweldig. I really like it. Deze kleuren zijn echt mijn vibe. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En mijn hoofd om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video.